In de studio hebben wij twee mensen die zullen praten over een ondernemers-event. Dat dus aanstaande zaterdag gehouden zal worden, 2 september. En we hebben in de studio Max van Holt en Joanne Cully. Max van Holt die is van Tangima Producten en Joanne is van... Case Hair Oil and More. Case Hair Oil and More. Nou, goedemorgen, welkom in Maman Tintaki. Goedemorgen. Ja, om bij Joanne te beginnen, Case Hair Oil and Producten. Misschien dat je ons kan vertellen over de organisatie. Wat doet de organisatie allemaal? Ik ben bezig met het maken van natuurlijke haarproducten voor alle haartypen. Ja, dat is het zo een beetje. Natuurlijke haarproducten. Ik ga nog een beetje uitleggen hoe, waarvan worden de producten gemaakt? De meeste producten worden gemaakt van aloe vera. Mm-hmm. Aloe vera is een plant waarvan ik echt hou. Dus ik ben me echt meer gaan focussen daarop. En ik heb dan kunnen maken mijn eerste product, aloe vera olie. Mm-hmm. Verder heb ik aloe vera shampoo kunnen produceren. En ook magic oil, dat is ook een combinatie van aloe vera en ook andere middelen zoals rozemarijn, lavender enzovoort. Ja. Dus. En deze producten, natuurlijke producten, dat betekent dat het dus het bevat geen chemische stoffen? Nee. Hoe lang ben je al bezig? Ik ben al een jaar bezig met mijn onderneming. Ja, waarom heb je ervoor gekozen om toch wel deze business te doen? Wat heeft je daar naartoe gedreven? Omdat ik zelfs ook problemen had met mijn eigen haar. Mm-hmm. En ik was op zoek naar hulp en ik moest mezelf eigenlijk helpen. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik eigenlijk ben gestart met mezelf. Mm-hmm. En toen ik zag dat het ging, heb ik aan mezelf gezegd, ik wil dit naar buiten brengen. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Oké, heel mooi, heel mooi. We gaan dan naar Max. Max, Tangima Producten. Misschien dat je ons kon vertellen over het bedrijf. Stichting. De stichting. Oké. Tangima Producten. Ja, Tangima Producten. We zijn bezig met homeopathische middelen. Mm-hmm. Andere mensen noemen dat osodresis. Mm-hmm. Tangima Producten is eigenlijk, het was eigenlijk Tangiba. En Tangiba was eigenlijk dat ding van, ik weet niet als je die mevrouw kent, Marita Hemmen. Ja. Van Kill It Quiz Break Radio. Oh ja, ja, klopt. Ja. En zij was mijn pleegmoeder en ik heb dan overgenomen na haar overlijden. En het is nu Tangima producten. Ja. Oh, en we gaan gewoon verder met haar droom was altijd van onze kruiden hebben kracht. Mm-hmm. En één, je moet geloven, toch? En je moet gewoon, ik ga zeggen, je moet gewoon kwaliteit opleveren, want het heeft te maken met mensen hun gezondheid. Ja, ja. Dus vandaar Tangima producten. Ja, mooi. Nu hebben we twee verschillende... Een stichting, een bedrijf die bij elkaar komen. Hoe is dat allemaal aan toegegaan? Als ik weer zo een beetje moet vertellen. Zoals ik zei, ik heb overgenomen van mijn pleegmoeder. En begin voel je dat ding nog niet. Omdat meestal bij jonge mensen, we nemen de dingen nog niet. We krijgen overdracht van kennis. Mm-hmm. Maar we nemen het nog niet echt zo serieus aan. Omdat... ik ga het zeggen hoe het is, de kleine ondernemer, het is tof. Yeah. Vooral met het heel gebeuren vanaf 2020 met COVID gedoe. Mm-hmm. Toch, het was tof voor de kleine ondernemer. En ik gaf bijna op. Mm-hmm. En ik ging dus dan, ik ben een dag naar een barber gegaan. En ik zat in de barbershop. En mijn idee was, ik ga of opgeven of ik ga voor een samenwerking. En ik kreeg mijn antwoord dezelfde dag. Ik ga in de barbershop en ik zie een flyer van Case Hair Oil and More.
En ik raakte gelijk geïnteresseerd toen ik hoorde waarmee die jonge dame allemaal bezig was. Mm. En ik heb haar gecontact en ik heb haar gevraagd naar een gesprek. En van een gesprek zijn we nu een paar maanden verder. En is onze tweede event. Eerste event hebben we ergens meegedaan. En nu gaan we ons eigen event organiseren. Yeah. En samen met natuurlijk de deelnemers. Joanne, voor jou, hoe heb jij dat event ervaard, die samenwerking? Onze eerste event was voor mij echt geweldig. Mm-hmm. Dat ik dus eigenlijk mezelf ook buiten kon brengen, dat was ook mijn eerste keer. Dat was een van de geweldige dingen die we samen hebben gedaan. Ja. Oké, we gaan praten dan over het event aanstaande zaterdag. Hoe ziet het eruit? Wat houdt het allemaal in? Oké, do you want to? Oké. Ja, het is een mini-ondernemersbeurs. Mm-hmm. En de bedoeling is... De bedoeling is eigenlijk om de jonge ondernemers hun talent naar buiten te brengen. Mm-hmm. En meer bekendheid en natuurlijk elkaar helpen met promotie en betere verkoop en afzet van onze Surinaamse producten. Voorbeeld, je kan je niet overal, als hoe je in elk supermarkt een spray dat misschien gehaald wordt van buiten kan vinden. Niet overal kan je onze Surinaamse producten vinden, want ik ben al mensen tegengekomen die deodorant maken, toch? Ja, ik ben mensen tegengekomen. In Suriname. Yes. En heel veel meer hoor. Mm-hmm. En de dingen zie je weinig in de shops. Ja. Je moet echt naar bepaalde plekken gaan. Er wordt weinig afgenomen van ons. Mm-hmm. Eerlijk, ik maak het zelfs mee. Ik probeer samen met mijn werkpartner elke keer te gaan naar bepaalde plekken. En het is moeilijk afzet vinden, toch, voor onze Surinaamse producten. Dus we willen gaan bundelen, toch, door één, dit soort events te creëren om mensen naar ons toe te trekken. Dat men eigenlijk meer kennis kan maken met de mensen die bezig zijn. Voorbeeld, we hebben verschillende dingen die eigenlijk daar gaan gebeuren op 2 september. We hebben mensen die hier kleding zelf design van eigen kleding. Mensen die bakken, mensen die bezig zijn met... kruiden, noem maar op. Er zijn verschillende dingen. Maar het mooiste van is, omdat het vakantie is, dan hebben we ook gedacht aan de mensen die eigenlijk in de richting moeten gaan van schoolspullen. Mm-hmm. Want er zijn schooltassen, er zijn thermosen, er zijn schoolbakjes, broodbakjes, er zijn schoolpakketten met schriften, alles compleet. Ik zou ook gewoon zeggen aan de mensen van, hey, kom er naartoe en kom even kijken. Toch? Het gaat allemaal leuk zijn voor Sting Yang. Zoals onze Dossi en Doku, onze Berkat. Ja. Toch? Dus verschillende dingen en we willen verschillende culturen bijeenbrengen. Ja. Allemaal Abden Koni. Ja. Begrijp je toch? Als je bij die Indiaan gaat, dan heb je die Kassiri, je hebt die Tonic, je hebt noem maar op. Begrijp je toch? Als je bij die Unisag heb je lekkere roti en bara. Dat moet gebeuren. Ja. We willen één vormen en ons motto is gewoon van samen staan we sterren. Ja. Is het een event waarbij ook andere ondernemers, los van de verschillende gerechten, maar ook hun producten tentoonstellen vanuit hun culturele achtergrond? Ja. Natuurlijk. Okay. Zoals ik net zei, Berkat komt niet van ons, want nee. Ik ben bezig met homeopathische middelen en zij met haar producten. Het is van een van onze deelnemers. Ja. Toch, onze schoolpakket is ook weer van een ander deelnemer. Toch, ook Surinaams kleding hier gemaakt is ook van een ander deelnemer. Dus we zijn allemaal zo bezig met verschillende mensen. Er is ook een mevrouw die daar gaat zijn met verschillende... Met verschillende... tassen, Anissa's van pangistoffen gemaakt, okay. Kleding en zo. Ja, en alles dat verkrijgbaar zal zijn die dag is made in Suriname? Yes, sir. Oké, okay. Dat is interessant. Je sprak zo net toch wel over dat je
dat het toch wel moeilijk is als onderneming, om, als ja, kleine onderneming, om toch wel je producten af te zetten. Waaraan denk je dat het zal liggen? Want vaak genoeg hoor je wel in bijvoorbeeld de prijs misschien van een Surinaams product. Over het algemeen is misschien duurder dan dat van wat men laat importeren uit het buitenland. Denk je dat dat misschien een rol speelt? In mijn branche, can I speak my mind? Ja. Oké. Het gevoel dat ik krijg, ik zeg niet dat het is, maar als het gaat om mijn branche, homeopathische middelen, dan zeg ik, het gevoel komt alsof de farmacie ons toch een beetje wegdrukt. Mm. Alsof er nog een taboe is dat men een beetje los of een beetje vrijkomt, dat onze chemische producten, onze osodresis, laten we dat zeggen, onze osodresis ook natuurlijk veel kracht. Mm. En het gevoel dat ik krijg is dat we worden weggedrukt. Mm. Begrijp me toch? Mm. En verder heb ik niks te zeggen. Ik zeg, er moet meer gelegenheid komen voor ons om een betere afzet. Niet alleen hier, maar ook buiten. Mm. Want via je eigen connecties, je eigen klantenkring kan je heel veel ook doen. Want dat maakt dat we eigenlijk nu al, trouwens, ik ben al langer dan 2 jaar bezig. Mm-hmm. En we zijn samen op weg straks naar 1 jaar. Hopelijk dat we het snel halen en dat we nog weer bij kunnen tellen, toch? We worden gewoon in een hoek gedrukt. Zo voelt het aan, mm-hmm. toch? Want kijk, ik ben Surinamer, ik ben niet lui. Als je lui bent, ga je niet eten, mm-hmm. toch? Je wil werken, je wil mensen helpen, toch? Je wil goed product leveren. En dan verwacht je dat als Suriname dat je geholpen wordt en dat er plekken zijn waar je naartoe kan gaan. Mm. Toch? Waar je een afzet kan krijgen van je product, dat men kennis kan maken met je producten. Mm. We doen het wel anders. Bijvoorbeeld, we hebben al in Asiana presentaties gegeven. We hebben ook op andere plekken presentaties gegeven. We gaan in de verschillende districten. We zoeken gewoon een spot en we beginnen gewoon zelf onszelf te promoten. Okay. We zijn gewoon hard bezig. Ja, mooi man. Het is fijn zaterdag, 2 september. Waar zijn we? 2 september zijn we aan de William Kraamplein nummer 1 in het gebouw van Claudette Tony. Mm-hmm. Het heet het Claudette Tony Multifunctioneel Centrum. We zijn daar van 10 uur tot 6 uur. Mm-hmm. Ja, dat is het. 10 tot 6, no? Jawel. Oké. Okay. William Kraamplein. Ik moet wel gelijk zeggen, aan de hand van de opkomst van de mensen, denk ik wel dat het kan uitlopen. Oké, en qua ondernemingen, zijn jullie al volgeboekt? Hoe staat dat? Ik ga niet zeggen, we zijn volgeboekt, want we proberen juist meer ruimte te creëren, dat we eigenlijk meer mensen kunnen plaatsen. Onze laatste telling was precies op 25, met ons erbij 27. En door hulp natuurlijk van alle verenigingen en de stichtingen waarmee we samen daar bezig zijn, het gebouw van mevrouw Claudette Tony, dan zijn er meer mensen die komen om te participeren, want zij helpen ook to spread the word. Dus onze eerste keer is een try-out, maar tot nu toe moet ik zeggen, we zijn tevreden. Okay. Ja. Mooi man. Als ik van huurheid even heel kort de Surinamers mag oproepen. Ja, ik zou zeggen, Surinamers, onze Sanambrada en Sisa, we kijken uit naar uw opkomst natuurlijk. Er zijn een aantal dingen daar die te vinden zijn. Zoals, net als wat ik al eerder zei, er is lekker eten, er is lekker drank, er is versnapering, er is kleding, er zijn schoolpakketten. Komt u allemaal en komt u ons ondersteunen. Tegelijkertijd wil ik ook even heel kort onze dank naar de verschillende mensen, ik ga maar 3 opnoemen, maar er zijn nog meer. Maar wij willen alvast bedanken mevrouw Claudette Tony voor haar ondersteuning. We willen bedanken mevrouw Cortensia Sumter. En zij is van de stichting Fitifuwini. En onder Fitifuwini heb je dus dan nog meer verenigingen. En dat is mevrouw Jozef Zoon. Die willen we ook bedanken. En natuurlijk u ook voor de gelegenheid om hier samen met u te staan om dit allemaal
voor de mensen op tafel te zetten. Nee, nogmaals succes met jullie onderneming en ook met de samenwerking van de twee organisaties. Dank je wel. En we gaan opgroeien naar meer. Dat is natuurlijk van belang. Suriname moeten we promoten en moeten we helpen promoten. En daarvoor heeft u ook de gelegenheid aanstaande zaterdag 2 september in de multifunctionele zaal van Claudette Tony.